Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors. Hier Lewandowski. En die gaat scoren. Het is 0-1. Onbegrijpelijke flater van Musacho. Ja. Overgenomen van AC Milan, gaf ik al mee bij de opstelling in januari. Man met veel ervaring nogthans. Hier dacht rustig terug te spelen. En Lewandowski voor de neus van Reina. En dat laat hij niet liggen natuurlijk. Ja, de bal blijft ook een beetje hangen. In het, het is toch wel veel gesproeid. De bal blijft een beetje hangen. En dan is Lewandowski er natuurlijk als de keeper bij om dit af te ronden. Correa. Lanzari buitenspel. Kan niet aangespeeld worden. Dan maar Immobile. Dat valt mee. Voor Correa heeft Luis Alberto mee. Alberto! Nou, misschien nog mee moeten openen en de verse hoek kiezen. Davis. Goretzka, aardig pasje. Musiala scoort zijn eerste in de Champions League. 17 jaar. Over 3 dagen wordt hij er 18. Engelse Duitser. Met zoals ik al zei. Ook Nigeriaanse roots, zijn vader. Mooi doelpunt, maar het begint hier bij Davis met een knappe dribbel. Veel te gemakkelijk daar. Hier ook Lucas Leiva, die de paslijn openzet naar Goretzka. Die hem aan, met een opwiepertje meegeeft met Musiala. En die wel heel veel tijd krijgt en hem goed perfect weglegt. Gaan we het zien. Een beetje binnenkant wreef en Reina geklopt. Hier de Lulic. Oh, trappen toch maar Correa. Ik dacht dat zijn medemaat daar in een betere positie stond. Maar dat was niet het geval, want hij had een verdediger bij zich. En hij niet. Al een paar keer gezien dat men niet egoïstisch is. Op het moment dat men dat beter wel was geweest. Ja, inderdaad. Kom maar. Ja, die gaat zelfs zijn kans en Sané straft het af. Reina nog met het blok. Maar de bal belandt dan bij Leroy Sané. En 0-3, ja, Lazio. Ja, onbegonnen werk. Ja, ze zullen zich voor de kop slaan als ze deze aanval terugzien. In eerste instantie Correa die een enorme kans krijgt. Hier lopen ze elkaar voor de voeten. En dan is Coman er heel snel mee weg. Heel veel ruimte. Voorzet. Eerste dribbel. Schiet dan. En Reina lost. En Sané is er als de kippen bij weer. Dat is een goede bal voor Sané. Die gebruikt zijn snelheid tegen Patrick, maar moet het alleen gaan doen. Dus vandaar de kap en nu misschien de voorzet. In eigen doel gelopen. Acerbi. En zo is het al 0-4. Na een goede minuut spelen in de tweede helft. Dit is een machine Bayern. Ja. Ze geven niet af. En Lazio moet slikken. Ja, net als bij de 0-3 van Sané. Ook weer, weer in de omschakeling. Autogol. Hoe moeilijk is het, Mo, als je 0-4 achter staat tegen een ploeg als Bayern, om toch nog te blijven voetballen en je kansen te geloven? Ze doen het toch wel? Ja, het is niet de eerste keer. Ik zei het er net ook al. Zelfs bij de 0-2 in de eerste helft bleven ze wel kansen creëren. En nu ook weer onmiddellijk na de 0-4... Correa die nu onmiddellijk beslist om zijn actie af te maken en ook af te werken. Luis Alberto.
Goeie bal voor Correa. Immobile mee. Wacht een beetje af. Immobile met Correa die meteen trapt. En Neuer moet meteen pareren. Ah, toch de tweede keer dat Reina die bal zomaar afgeeft. Dat is Lewandowski. En een goede parade hoor van Reina. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors.